Hallo allemaal en welkom bij deze tweede aflevering van de serie Beter in het Torreinspel. En in dit tweede deel gaan we kijken weer naar een stelling waarbij je wint met twee pionnen meer. Maar we gaan kijken, wint dat nou altijd twee pionnen meer? We gaan uh, naar een paar dingen kijken in deze video. Uh, ik geef even snel wat training tips voor het geval je meer wilt trainen op dit soort torreinspelen. Um, ik geef nog een kleine aanvulling op het uh, eerste deel van de vorige video. Dus um, de centraal staat de partij van uh, Kosteniuk, Die zie je hier ook op het scherm. En um, tot slot nog even een fragment uit de partij van Keimer tegen Ding. Nou, we gaan meteen door naar wat tips. Want um, je ziet hier een aantal stellingen waarin uh, Wit in dit geval twee pionnen meer heeft. En. Um, in deze video gaan we niet kijken naar dit soort stellingen, maar het zijn wel goede trainingstools om dit uh, te oefenen. Dus je zou bijvoorbeeld tegen de computer of tegen een clubgenoot of met een trainer dit soort stellingen uit kunnen spelen en uh, kijken of je het kan winnen. In principe is de meest linkerstelling relatief makkelijk, maar je moet je koning veilig houden bij je pionnen en ondertussen langzaam naar voren duwen. Maar uh, de middelste stelling die heeft twee randpionnen. Dan zie je in één keer dat je eigen koning wat minder ruimte heeft en aan het einde van de partij loop je het risico om pad te zetten omdat de koning van zwart in de hoek staat. Nou, en dan is de derde stelling aan de rechterkant: heb je twee losse pionnen. Daar kan je natuurlijk een beetje mee spelen waar je die pionnen neerzet. Maar dat zijn best wel goede manieren om te trainen. Van hey, kan ik een beetje omgaan met toren en koning? En dan dus winnen. Dat even voorafgaand eh, als wat tips voor training. Um, dan nog even weer um, een snelle herhaling. Wat hadden we de vorige keer allemaal um, uh, opgeschreven? Nou ja, de toren die moet actief zijn, de koning die wil je actief en veilig hebben. De pion die biedt bescherming, maar dat is ook je winstconditie. Daarmee heb je bijvoorbeeld een vrij pion en het is handig om daarmee snel te rennen. En voor de rest nog overige dingen. Uh, let goed op tactiek, gebruik tactiek, want dat zit er heel veel in, in eindspelen en dus ook in toren eindspelen. En ook weet wat gewonnen is, dus waar kan je naar afwikkelen, zodat je bijvoorbeeld nog steeds een gewonnen eindspel hebt. Um, zoals ik al zei, we gaan even snel kijken naar een stuk van, uh, naar nog een kleine terugblik op de eerste video. Nou, en uh, dit was dus de stelling van de eerste video. En mocht je die eerste video nog niet gezien hebben, dan zou ik hem zeker aanraden om die nog even te bekijken. Um, dit was de stelling, en het was een goede uitspeelstelling. En zo kwam ik ook bij het punt, want in uh, de tussenliggende tijd, dus het maken van de eerste video en deze tweede video, heb ik deze stelling uitgespeeld samen met een leerling. En deze leerling heeft ongeveer 1500 rating, had de video die ik had gemaakt nog niet gezien. En dus was het een mooie opgave voor deze leerling: speel dit maar uit tegen mij. Nou, um, twee pionnen meer. Dat ging in principe heel lang heel goed. En um, op een gegeven moment kwamen we in deze stelling terecht. Nou, als je het vergelijkt met de um, partij van Carlsen, dan zag je dat Carlsen in die partij zijn koning voor zijn uh, pion had gekregen. Um, maar uh, voor de rest heeft de toren ook in deze partij de koning afgesneden en is de B-pion bijna aan de overkant en heeft, uh, uh, had mijn leerling ook terecht de pion aan de andere kant weggegeven om hier uiteindelijk te gaan winnen met deze B-pion. Alleen in deze stelling maakt mijn, tegenstander, of, maakt mijn uh, leerling de enige fout die erin zit en ik zal zo meteen ook een fout van mij laten zien die ik meteen erachteraan maak. Dus uh, laat zien dat er foutjes uh, mogelijk zijn in zo'n torenuitval, maar weinig op het bord. Want um, zet hem gerust even zelf stil. Wat moet je hier doen met zwart? Nou, mijn leerling speelde de zet toren naar D3. En eigenlijk worden hier twee uh, fouten gemaakt, die meteen eigenlijk de partij remise maken. Nou, een van de um, aandachtspunten tijdens een eindspel is de positie van de koning van de tegenstander. Als die positie van de uh, koning. Um, Optimaal is voor wat die koning kan bereiken, dan wil je eigenlijk geen schaakjes geven, want dan, geef, dan, dan jaagt een schaakje de koning naar een beter veld toe. Nou, in dit geval is de positie van de koning niet optimaal, want het liefst zou de koning voor de pion gaan staan, want dan heb je mogelijkheden om deze stelling remise te houden. Dus elke stap dichter bij dat veld B1 of B2 in ieder geval voor de pion, is beter voor die koning. Dus een schaakje is in dat opzicht in dit geval niet goed. Nou, er is nog een probleem, een beetje met de zet toren naar D3. En dat is dat de toren heel erg dicht bij de koning staat. Nou, nu is het lastig voor de koning om. Die toren aan te vallen, maar de toren die wil graag op een geschikt moment wel een schaakje kunnen geven, zodra die koning in de buurt komt van zijn meest ideale veld. En toren op D3 is dus eigenlijk. Sta je net iets te dichtbij in, in, in het bereik van de koning, want ja, de, de koning die heeft dit als bereik en de koning, de toren die moet er instappen om schaak te kunnen geven. En uh, dat is uh, heel erg lastig voor deze toren. Hoe ging het verder? Nou, het ging verder met de zet koning naar C3. En. Um, het leuke was dat, ik, dat er hier een trucje in zat en daarom, uh, die, had, die vond ik ook. Dus ik speelde de toren naar C2 en in één keer heb je een, een padtruc, want als die wordt geslagen, dan is het pad. Dus remise. Een leuke truc om te onthouden als je in een toren eindspel zit. Maar um, terwijl ik uh, nog zelf tijdens deze partij zat te denken, goh, wat heb ik die truc toch leuk gevonden, speelde ik vervolgens de verschrikkelijke zet, toren naar C8. Nou, een toren naar C8 verliest op slag en dat zag mijn leerling ook. Mijn leerling die speelde doodleuk. Toren naar C3. O oh ja, oeps, een dubbele aanval. We kwamen in deze stelling terecht. En mijn uh, leerling had goed gerekend, want mijn koning die kon niet voor de pion blijven staan. En dus promoveerde zwart en uh, won zwart. Nou, dat was dus vrij slecht van mijzelf. Maar laten we dan even kijken wat had ik dan wel kunnen doen om nog remise te kunnen houden. Nou ja, we zaten dus in deze stelling. En hier is een andere handige regel of nou ja aandachtspunt voor torens is dat torens die vinden het dus prima dat is dus dat tweede onderdeeltje als ze wat verder weg staan want ze kunnen van verder weg ook net zo goed schaak geven en mijn toren kan vanaf hier eigenlijk heel erg makkelijk um, naar alle lange lijnen toe gaan en schaak op afstand geven en dat vindt de koning dus weer helemaal niks. En het lastige hier voor um, zwart is dat zwart geen bescherming heeft. Want zwart die zou heel graag de pion naar de overkant helpen. En dat zag je ook in die partij met Carlsen. Hè? Dat, de, dat de, de koning voor de pion stond om een beetje veiligheid te zoeken. En dat, dat mis je hier. Dus die toren die gaat naar de achterlijn. En um, na b2 schaak kan wit koning naar c2 spelen. En dan is dit veld afgedekt. En um, ja, je hebt geen dingen. Koning naar a2 uh, wordt gewoon schaak gegeven. En dan moet je ertussen gaan staan. En vervolgens uh, is dit... Weerpad. Dus dat is geen oplossing uh, voor, uh, voor zwart. Uh, je kan denken, ik ga grappig doen. Ik doe iets als toren naar D1. En als die dan geslagen wordt, dan promoveer ik. Maar deze grap kost je zelfs de partij. Want na een tweetal schaakjes heeft wit alles afgedekt. En uh, ben je je toren kwijt. Dus um, je moet ook nog oppassen met zwart. Dat je niet denkt van, ik moet even doordrukken naar de winst. Um, dus je ziet hier eigenlijk dat als uh, wit het goed had gedaan. en de toren ver weg had gespeeld. Um, dan had de, de toren het meest optimaal gestaan. En dan hadden we gezien dat de Zwarte Koning onveilig stond. Nou, wat kunnen we hier nou van leren? Um, in deze stelling had Zwart, dus uh, beter de zet, toren niet naar toren naar D3 kunnen spelen. Maar bijvoorbeeld de toren naar H3. Ook de toren ver weg naar de andere kant. En nu krijg je een beetje problemen. Want stel voor dat we dezelfde zet doen: Koning naar C1. Um, we kunnen. Hier um, zo gaan staan en wit heeft, zwart heeft bijvoorbeeld een trucje, zoiets als uh, deze zet. En dan zie je dat deze toren helemaal vast staat. De, de positie van de toren is extreem ongelukkig van wit. Deze pion blokkeert dit, de andere toren blokkeert dat. En dus zit wit in een zetbank. Wit moet de koning spelen. Als witte koning naar e2 speelt, krijg je een doorkijker. Als witte koning naar e3 speelt, dan wordt de koning steeds verder van zijn favoriete veld afgehaald. De koning van zwart schuift naar binnen, de toren moet opzij. en de pion loopt door. en de promotie is niet meer te stoppen. behalve als je je toren weggeeft. Dus. Um, dit idee van uh, de toren naar de andere kant spelen, dat had uh, enorm veel geholpen. En um, stevig dat de toren van uh, wit. nou ook helemaal naar de andere kant zou gaan. Um, ja, het lastige is dat deze koning, die wil dus hier naartoe, maar naar bijvoorbeeld een zet als koning naar C3. Nu heeft Zwit geen schaakje. Als wit weer helemaal naar de andere kant gaat, geven we eerst zelf weer een schaakje. De Witte Koning moet ver weg. En Zwart loopt door. En je ziet dat zometeen promotie weer niet stop is. En als er schaakjes worden gegeven, dan ren je nu gewoon lekker met je Koning de andere kant op um, naar die toren toe. Want promotie ga je toch wel krijgen. Oké, okay, dat was even kort nog een terugblik op de um, eerste video. En het leek me een leuke toevoeging, waarbij we ook meteen wat aansluiting hebben in deze volgende partij van Alexander Kosteniuk, die tegen Dinara Wagner speelt. En in die partij van Kosteniuk tegen Wagner komen we in deze stelling terecht. En ook hier staat Kosteniuk twee pionnen voor, net als dat Carlsen dat voorstond tegen Max Zotlo. En um, zet hem gerust even stil en bedenk hoe je dit zou gaan winnen. Oké, okay, nou, misschien uh, denk je: God, deze stelling ziet er eigenlijk wel makkelijker uit dan die van Carlsen. Ik denk dat die ook een beetje makkelijker is. Maar dat komt omdat je hier een aantal hele fijne kenmerken al hebt. Nou, allereerst uh, even puntje drie: je pionnen, dat zijn winstcondities. Nou. In dit geval heb je hier al twee geweldige verre vrijpionnen staan. Hè? Ver omdat de koning aan de andere kant van het bord staat. En oké, okay, het zijn nog geen vrijpionnen, maar het is meerderheid tegen deze pion. En je kan dus op elk moment een keertje denken: van... hé, hey, als ik A5 speel, dan heb ik al een vrijpion op B6, een B-pion gecreëerd. Of je kan zeggen: kijk, deze twee pionnen die kijken naar het veld C6. En daar kan ik heel mooi mijn toren neerzetten. Als dubbele aanval tussen de toren en de pion op B6. En dan heb ik misschien alweer twee uh, vrijpionnen daar. En, um, en nog een hele fijne is dat die toren op e4 die zit echt geweldig hier. De toren die dekt deze pion, de toren die dekt deze pion, en de toren die voorkomt dat de zwarte koning actief kan gaan worden. En omdat deze pion naar f5 kijkt, kan de koning niet eens verder dan f6 komen en die toren op e4 wegzetten. Nou, nog een dingetje wat je natuurlijk moet realiseren is dat toren wel meteen wind voor wit komt. Dan heb je vrij pionnen aan beide kanten van het bord binnen no-time. Dus Um, wit wint dit um, met toren, want dat maakt het voor zwart wel heel erg moeilijk in deze stelling. En dus heb je ook heel veel winstplannen hier met wit. Nou, een van mijn, uh, mijn winstplannen, dat werd niet gespeeld, maar toen ik met deze stelling zat te kijken, was de zet toren naar c4. Ik zat meteen te kijken naar dit veld en ik denk, nou hop, ik ga gewoon zo snel mogelijk toren naar c6 spelen. Dan weet ik zeker dat ik een van de pionnen wel te pakken ga krijgen op b6 of h6. Um, en uh, het enige wat ik nog even moet doen is mijn pionnetje op g4 dekken, want mijn toren is daar verdediger van. Maar zelfs als koning naar d7 komt, doe ik alsnog toren c6, dacht ik, want in deze stelling heb ik nog steeds een pion meer. En ik ga zo meteen een verre vrij pion creëren aan de andere kant. Rent de koning naar deze kant toe, dan zal mijn koning vervolgens kruislings de andere kant op rennen en die b-pion gaan winnen. En uh, wil de koning hier naartoe rennen? Ja, ik ben veel sneller aan de andere kant van het bord. Dus ik win dat met wit. Dat was mijn winstplan. En natuurlijk heeft zwart andere ideeën. En je ziet er ook een paar van in de partij. Dus daar ga ik verder niet op in wat er um, kan gebeuren. Um, nog weer een leuke vuistregel voor eindspelen is dat je niet te gehaast hoeft te zijn. Dat doet niet ook in deze stelling heel goed. Maar wat zou nou een manier zijn om gehaast te zijn? Nou, dat zou bijvoorbeeld zijn de zet a5. En a5 dan denk je in positieve zin. Weet je wat? Ik, nadat hij geslagen wordt, doe ik mijn toren naar A4, haal ik de pion op, en heb ik hetzelfde bereikt wat ik in andere varianten ook moest bereiken. Maar dit is te gehaast. Het is allereerst te gehaast, omdat je nu vertrouwt op een toren die een pion op gaat halen, en tactisch gezien, die toren die moet een pion blijven dekken. Dus je krijgt dus, naar nou, zoiets als b keer A5 uh, en toren naar A4, bijvoorbeeld dan een zetje van zwart toren naar G5, en deze staat nog aangevallen, en deze staat aangevallen, en je ziet in één keer dat je met wit maar één van de twee kan blijven dekken. Zelfs een verre vrijpion pion creëren is in dit geval niet zo interessant. Want um, ja, dit, dit is een, nog maar een randpion over. En als je het hebt over je winst uh, weten, wanneer is het gewonnen? Randpionen zijn uh, al meteen een stuk moeilijker gewonnen in eindspelen en dus ook in toren eindspelen. Dus dit is, dit is niet zo fijn uh, voor wit. En de zwarte toren die kan redelijk eenvoudig hier naar uh, de witte pion toe. Dit is geen goed eindspel voor wit in vergeleken met hoe goed het was. Dus A5 was te gehaast geweest. Um, wat speelde Kosteniuk dan? Nou, Kosteniuk die dacht, weet je wat, ik heb dus die controle met mijn toren. Ik ga gewoon eerst mijn koning verbeteren. En dat doet ze dus ook. En vaak uh, kiest overigens voor een logisch idee om haar toren te activeren. Want ook als je in de verdedigende kant zit, dan moet je nog steeds proberen om tegenspel te gaan creëren. En die toren die kan over de D-lijn weer pionnetjes gaan aanvallen. Nou, dat, doet, uh, dat doet hier uh, zie je meteen. Ze speelt de toren naar D2. Uh, stel je voor dat je nou wat langer zou wachten. En zoiets als koning naar F7 zou spelen. Ja, je kan met wit eigenlijk dus ook geduldig weer uh, verder naar voren gaan. En bijvoorbeeld eerst die pionnen allemaal goed neerzetten. En dat motief met toren naar C4, toren naar C6. Dat zit er eigenlijk altijd in. Waardoor je weet van ik ga op zijn minst een pionnetje hier te pakken krijgen. En dat is natuurlijk heel fijn voor, um, voor wit. Nou. In de partij kwam toren naar d2, toren naar e6 kwam direct, Wagner gaf een schaakje, de koning ging naar voren en de zwarte koning ging naar g7. En hier wilde ik nog weer een mooie um, uh, ja, aanwijzing geven richting dat geef schaak als de koning... Uh, dat geeft niet schaak als de koning op uh, zijn niet-ideale positie staat. Maar in dit geval begint er een beetje een samenspel te komen. Namelijk de samenspel tussen koning en toren tegen een koning. Waarbij matposities in één keer mogelijk worden. En deze koning op F7 of G7, die staat. Um, nou ja, oké, okay, maar. Kosteniuk speelt de mooie zet toren naar g6 en dat is eigenlijk gewoon een tussenschaakje. Waarmee Kosteniuk wil zeggen, weet je, als jij nou naar f7 gaat dan sla ik gewoon op h6 en dan staat deze pion steeds in, dus dat is het winst voor mij. Maar als jij naar h7 gaat, wat gebeurt in de partij, dan sta je steeds verder afgesloten van de wereld. Vervolgens sla ik op b6 en je ziet nu dat deze koning eigenlijk niks heeft over de zesde rij. En nadat er geslagen wordt, wordt de koning aan de achterlijn gedrukt. En nu heeft wit op elk moment weer een mogelijkheid om mat te gaan dreigen met de koning en de toren. En dat is een hele fijne combinatie. Wat, nee, nou ja, is, is heel moeilijk dit voor zwart. De koning staat onveilig en dat is het grote probleem. Um, B6 speelt Kosteniuk. Dat is meteen als extra idee dat mocht je hier nou te langzaam zijn met zwart. Bijvoorbeeld iets als koning naar f8 spelen. Dan hebben we een standaard manier om die pion naar de overkant te brengen. En je ziet dat met de koning op de achterlijn. Kan je eigenlijk altijd schaak geven en vervolgens promoveren. En de koning kan ook niet zelf, niet zelf naar de zevende rij gaan. Want dan promoveren we met een wegtrekschaak. Doet dus, niet helemaal lekker. Dus B6 werd gespeeld. De toren ging naar B4. H3, even geduldig deze pion dekken. De toren ging naar B3. En hier komt die koning van wit erin. Koning naar G6. De koning die wil vluchten voor het mat. Er komt een schaakje. En je ziet dat die koning nu eigenlijk in het midden heel onveilig staat. Kan eigenlijk niet aan de ene kant de, de koningsvleugel dekken. Weet niet zo goed wat de koning wil. B7 wordt gespeeld. De toren geeft schaak. En de koning die gaat heel leuk naar H7 in deze stelling. En um, ja... Hier uh, geeft, uh, geeft zwart op. En dat is heel logisch. Want wit die, uh, staat hier met de toren voor de pion. En dan wil wit wil eigenlijk graag een, een uh, uh, weg kunnen trekken met bijvoorbeeld een schaakje. Nou, Stel je voor, de, wat is nou het standaard idee? Het standaard idee zou zijn is dat de koning niet op de zevende rij staat. Dat je schaak kan geven en promoveren. Dat is het standaard idee. Maar als de koning op de zevende rij staat, dan heb je een andere truc waar je standaard naar kijkt. En dat is dat je je toren naar de andere kant brengt van de koning en op die manier een doorkijker hebt. En dat is dus ook hier het geval. Zou zwart een toren spelen, dan speel je toren naar g8, slaan we de pion, geven we een doorkijker, winnen we de toren. En als zwart met de koning naartoe gaat, dan weten we ook weer dat je gewonnen staat in uh, deze stelling. Dus weet wat gewonnen is. Je kan hier rust tot de torens ruilen, je pakt de pion en ja, je rent naar de overkant en haalt een dame. Nou, dat was de partij van Kosteniok en uh, ondanks dat het wellicht een eenvoudige manier van uitspelen was, zou ik je toch ook willen uitdagen om ook die stelling gewoon uit te spelen tegen uh, bij voorkeur een sterkere computer of speler, om het gewoon maar te testen van kan ik dit nou echt ook winnen, want iedereen moet eigenlijk dit soort stellingen winnen met nou, zo'n stelling met twee pionnen meer. Dan gaan we tot slot nog eventjes toe naar uh, nog een stelling met twee pionnen meer. En um, dat was dus, het was net makkelijk gezegd, je moet eigenlijk een stelling winnen met twee pionnen meer. Dat is niet altijd het geval, want er zitten, elke stelling is weer uniek en elke stelling heeft weer zijn eigen kenmerken. En in deze stelling staat uh, Ding Liren twee pionnen achter tegen Vincent Keimer. Um, en de vraag is, wat moet zwart doen in deze stelling? Zet hem gerust weer even op stil. Oké, okay, nou wat moet um, zwart doen? Zwart zit een beetje met een probleem. Als zwart hier deze pion zou gaan slaan, dan verliest hij zijn G-pion. En dan loopt hij het risico om vervolgens een keertje zijn H-pion te verliezen. En dan sta je wel heel, pion, heel, heel veel pionnen achter met zwart. Um, en als je met je toren je C-pion loslaat, door bijvoorbeeld andere pionnen te gaan slaan, dan loop je het risico om die te gaan verliezen. Dus het lijkt een beetje um, mogelijk op het randje van hopeloos voor zwart. Maar dat is het niet, want. Wit heeft hier een koning op h3 en die koning die lijkt veilig te staan, mooi achter zijn pionnetjes. Maar ding geeft aan dat dat eigenlijk helemaal niet zo veilig is, want daar speelt de zet toren naar c2. Nou, mocht je in deze stelling hebben nagedacht en je dacht ik doe de zet g5, dan zit je wel in de juiste richting. Um, behalve dat het je helpt met dat je koning die pion niet meer hoeft te dekken en dat je dus de e5 pion kan slaan. Um, laat het ook zien hoe gevaarlijk deze koning staat. En um, die koning staat eigenlijk nergens veilig. Want zelfs als hij eruit rent en je gaat schaakjes geven, um, die koning die kan niet goed meehelpen. En hier komt in één keer zelfs een ander soort winstconditie in keer voor zwart naar voren. Namelijk dat als zwart nu de G-pion te pakken krijgt, dat je in één keer twee verbonden vrijpionnen hebt aan de andere kant van het bord. En uh, wit heeft twee losse pionnen. Dus. Je moet zelfs nog oppassen met wit hier dat je niet zomaar gaat verliezen. En de zwarte toren die domineert over het hele bord heen. En de witte koning ja, die staat eigenlijk nergens veilig. Als je nu bijvoorbeeld een schaakje geeft, dan wil je eigenlijk met wit die pion dekken. Maar als je dat doet, dan ga je, uh, nou, kom je gewoon een eeuwig schaakje. Je, je staat nergens veilig. Dus zwart heeft Remise goed in de handen met de zet. Um, met, met, deze, met dit probleem voor de koning. Dus. In deze stelling, Dink speelt de volgorde Torre C2, sluit ermee de koning op en zegt eigenlijk tegen K, maar Weet je wat, ik ga zo meteen lekker jouw koning insluiten. Nou, dit was eigenlijk het enige moment wel dat ik dacht van... ...hé, hey, wacht, wat, wat is nou gewoon toren F6 komt en vervolgens die pion wordt geslagen? Nou, daar had Ding ongetwijfeld ook al aan gedacht. Dit is dus niet gebeurd. Maar stel je voor dat je uh, dit zou doen met wit en je je weer twee pionnen voor... ...dan zie je in één keer dat één pion voldoende kan zijn om de partij op zijn kop te zetten. Want dit is één vrij pion die ook nog eens een keer het verse staat... ...en de ondersteuning krijgt van een koning en een toren. Terwijl wit nog helemaal niet is begonnen met rennen. En... Um, ja, deze stelling uh, is echt... Het is nog remise volgens de computer. Maar j, nou ja, ik denk dat menig spelen hier behoorlijk loopt te zweten. Um, als je dit uh, met wit speelt. Want ja, die pion op c3, die staat bijna aan de overkant. En het is echt verschrikkelijk moeilijk om dit uh, te houden. Dus, we gaan uh, terug naar de partij. Dit was ook geen oplossing van, uh, voor Keimer. Keimer die speelde de z a4. Ging rennen met zijn a-pion. Na g5 dreigt Ding in één keer een matcombinatie Um, Instelling, dus A5G4, gevolgd door Torenmaal. Um, mat, nou, dat wil Keimer natuurlijk oplossen. Keimer speelt daarvoor de ZG4 en uh, slaan gaat de koning opzij. Heeft de koning een klein beetje lucht, maar hier heeft Ding beide pionnen die hij had alweer teruggewonnen. De E6-pion, ja, die wordt eigenlijk makkelijk gestopt door uh, de koning en ook van de, door de Toren. Ding geeft nog even een schaakje, jaagt de koning weg. Van een ideaal veld, namelijk wat dichter voor, voor, de, voor deze pion, zodat nu deze pion niet meer aangevallen staat. En daarna speelt hij de koning f6. Heeft hij dus deze pion mooi onder controle? Hij wordt geslagen op c5. En na toren b6 besluiten de spelers tot gemiezen. Dat is wel typisch op het hoogste niveau. want je zou zeggen: nou, je kan het toch nog wel even proberen. Um, maar de stelling is eigenlijk heel erg uh, droog en op het uh, snelremis. Deze pion op E6 gaat er makkelijk af. En wit moet altijd aan een pion op H2 dek, uh, denken. En dit uh, gaat heel snel dat je, dat je die weer verliest. Dus het is, een, het is een lastige stelling. Een manier waarop je nog met winst zou kunnen spelen, misschien, is zoiets als dit. Um, maar het punt is dat zwart niet deze pion hoeft te pakken. Zwart kan ook eerst achter deze pion aangaan. Dus je kan bijvoorbeeld een schaakje geven en vervolgens weer hier gaan staan. En het is eigenlijk heel erg onhandig. Want als je nu weer deze wil gaan dekken, dan kan je weer achter de andere pion aangaan. En je merkt gewoon, wit heeft geen goede verdediging van al deze pionnen. Dus het is, het is remise. Maar uh, het was een stelling geweest waar het nog leuk was geweest om even te zien hoe ze dit allebei remise hadden gehouden. De bottom line van het voorbeeld was dat de koning veilig moet staan en dat dus in sommige gevallen, zelfs met twee pionnen minder, je ongelooflijk veel dreiging kan doen tegen de koning. Nou, dat was het voor deze video. De volgende video gaan we kijken naar een dubbel toren-eindspel. Een echt een super gaaf uh, toren-eindspel waarin ongeveer alles in zit wat je kan hopen. Dus ik hoop dat jullie daar ook naar gaan kijken en tot de volgende keer.